Ik hoorde toen dat ik kwaadaardige cellen in mijn arm had. Mm-hmm. Ik wist wel wat dat betekende. Maar ik heb er 8 uur over gedaan om te vragen aan mijn ouders van ja, heb ik dan kanker? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Onbeperkt. Een podcast waarin wij sporters interviewen over hun talenten en hun beperkingen. Want ja, wij zijn van mening dat als je een talent hebt, heb je ook een beperking. Maar als je een beperking hebt, heb je ook een talent. En wat moet je gaandeweg allemaal voor obstakels overkomen om te komen waar je nu staat? Nou, zoals jullie de vorige keer, als je hem hebt geluisterd, weet je dat Wilfred weg is. En is er een nieuwe host voor in de plaats gekomen. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij begon in 1990 jouw mediacarrière bij AT5. Ja, ongeveer. Toen ben je in 1997 naar RTL Nieuws gegaan als sportverslaggever. Ja. Je hebt toen meerdere programma's rondom een aantal grote sportevents gepresenteerd, zoals Formule 1 en de Wimbledon en MotoGP. Sinds 2011 presenteer je ook RTL Darts. Ja. Je bent ook nu ambassadeur van Fonds Gehandicapt Sport. Ja. En host van de podcast Onbeperkt. Ja. Dames en heren, Marcel Meijer. Ik verwacht applaus, maar... Ja, ja. Publiek is even... Maar je bent goed op de hoogte even, dankjewel. Ja, heb ik nog iets gemist? Nou, eigenlijk niet. Dit is wel een beetje de kern. Ja, ik heb zoveel gedaan, maar vooral heel veel sport. Sport je zelf ook? Ja, zeker. Ik ben net als Dennis eigenlijk... Nou, ik ben van origine voetballer. Ik ben geboren op mijn 7e als voetballer eigenlijk. Ja. En toen op mijn 18e ben ik gaan hockeyen. Mm-hmm. Mijn broertje hockeyde altijd thuis. En ik ging 1 keer met mijn broertje mee naar een hockeyfeest. En toen ben ik daarna gaan hockeyen. De beruchte hockeyfeest, ja, ja, ja. En dat heb ik... Ik ben heel laat begonnen, maar ik heb nog wel aardig kunnen hockey. Ik heb nog 6 jaar bij Laren in het eerste gespeeld. Toen nog overgangsklasse heette dat. Mm-hmm. En daarna eigenlijk ja, vooral heel veel balsporten. Maar nu ook wel gewoon lopen, fietsen. De basis. Ja. Sportschool vroeger nog wel gedaan. Nu vind ik het niet zo leuk meer. Oké. Okay. Maar ik ben wel, sport is wel echt mijn lust en mijn leven. En wat is dan jouw beperking? Ja, ik heb niet heel veel beperkingen. Ik heb wel, met name denk ik door hockey, veel rugklachten gehad. Okay. Zo erg dat ik op een gegeven moment, we gingen hockey tegen Groningen moesten we. En ik wilde opstaan. Ja. En ik kon niet meer opstaan. Nee? Ik ben nog steeds wel. Daar ben ik echt nog. Nou ja, het zijn relatieve beperkingen. Maar als ik gewoon ga staan en ik ga bukken, dan kom ik ongeveer tot hier. Oh ja. Dennis, tot hoever kom jij? Ja, nou, dit is hockey eigenlijk. Nou, maar je had wel op de grond leggen, denk ik. Nee, dat haal ik niet. Nee? Ik denk dat we echt ongeveer even ver komen. Oh ja? Ja, ja, oh, ja. Lekker zeg. Oké, dus wacht even. Nog even terug naar die beperking. Je beperking is dat je niet zo ver... Ja, dus ik heb wel wat beperkingen in korte spieren. En dat is wel echt een beperking. Voor de rest ben ik redelijk gezond. En redelijk fit. Druk altijd, dat wel. Maar, ja? Ja. Ja. En verder... Ik denk... Je houdt niet van vroeg opstaan? Nee, ik ben meer een avondmens dan een ochtendmens. Ja. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk niet in beperkingen te denken. Oh ja. Ik probeer altijd wel lekker open-minded te zijn. En vooral heel erg te genieten van het leven. Maar dan pas je denk ik heel erg goed in deze podcast. Ik vind het heel erg leuk dat je het met mij wil doen. Nou, ik vind het heel erg leuk om het met jou te doen. Wij hebben elkaar een tijdje geleden ontmoet. Ja. Toen presenteerde jij een avond. Ja, klopt. En ik was echt zwaar impressed. Oh, wow. Ik vond je echt de ster van de show. Dankjewel. Heb ik ook nog tegen je gezegd. Ja, klopt. Dus ik vind het echt een eer om met jou dit te mogen doen. Nou, insgelijks. En vandaag hebben we ook een gast. We noemden je net al een paar keer bij de naam. Oké, ik ga ook over jou even introductie geven. Toen je 16 was, speelde je al bij Pinoké in het eerste elftal. En werd je in de hoofdklasse verkozen tot talent van het jaar. Toen ben je daarna hoog opgekomen. Uiteindelijk speel je nu voor Oranje en bij Bloemendaal sinds deze zomer. Maar op je 21ste dacht jij dat je een blessure in je arm had. Het duurde heel erg lang. En daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Van harte welkom. Dit is Dennis Warmerdam. Dank je. Ja. Fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, net terug uit India hoorde ik. Ja, net terug uit India. Ook nog uit Oostenrijk. Ook nog uit Oostenrijk. Dus goede winter gehad. Ik heb geen winter gehad. Nee, eigenlijk niet inderdaad al. Nee. December 18 geweest. Oh ja. Januari in India. Daarna naar Oostenrijk. Dus ik heb de winter overgeslagen. Best lekker. Ja, het is hier nog niet heel warm nu, maar... Nee, maar wel lekker. Ja, precies. Fijn dat je er bent. Hoe oud was jij? Want daar was ik wel benieuwd naar. Op je 16 speelde je namelijk al bij Pinoké. Maar hoe oud was je toen je überhaupt begon met hockeyen?
Ja, wel jong. Ik ben op mijn 5e denk ik begonnen met hockey. Eigenlijk omdat mijn zus hockeyde. Ik wilde altijd voetballen eigenlijk. Ja. Alleen het was voor mijn ouders gewoon wel echt logisch als ik ook ging hockeyen. Dus toen ben ik gaan hockeyen en dan maak je vriendjes en dan is het eigenlijk allemaal oké. En met de hockeyfeest was ik ook erg blij dat ik toch op hockey zat. Wat is dat dan met die hockeyfeesten, jongens? Het is gewoon heel leuk. Heel leuk, heel gezellig. Ja, het is gewoon wel een mooie sport waar 50% vrouw is, 50% man. Dus je hebt gewoon wel echt een gezellige club natuurlijk. Het is niet een mannensport of een vrouwensport. De combi is denk ik heel erg mooi. Dus ik heb vanaf mijn 15e tot 14 denk ik bij een kleine club in Hoofddorp gespeeld, de Reigers. Mm-hmm. En pas vanaf mijn 15e ben ik echt de overstap gaan maken naar Pinoquet. En daar wel echt wat meer topsport gaan bedrijven. Ja. Want wat voor tijd heb je gehad bij Pinoquet? Ja, toptijd. Ja, ik heb heel de mooie club. Ja? Ja, het is echt wel een familieclub. Ja. Dus, en Pinoquet, de afgelopen, ik heb er 12 jaar uiteindelijk in het eerste gespeeld, wat gewoon echt wel lang is. Mm-hmm. En in die 12 jaar was de ambitie om de club echt naar de top te brengen. Dus het was eigenlijk altijd een club die net tegen de degradatie aan zat. Het was altijd van, gaan ze het halen, gaan ze het niet halen. Lijstbehoud was eigenlijk het grootste doel van het jaar. Tot de club echt wilde naar de top. Van we willen eigenlijk play-offs halen. We willen landskampioen ooit een keer worden. En dat hele proces heb ik meegemaakt. Dus ik ben eigenlijk altijd gebleven bij de club. Ook ondanks dat er af en toe wel mogelijkheden waren om naar andere clubs te gaan. Dacht ik, dat lijkt me wel een mooi traject. En we hebben altijd met een kern aan spelers zijn we altijd gebleven. En vorig jaar ben ik wel weggegaan, maar vorig jaar zijn we tweede geworden. Dus we hebben echt dat hele traject bij de club meegemaakt. En dan zie je echt dat er veel mensen om de club, familie om de club. Iedereen zat in dat verhaal. Dat heeft me altijd wel getrokken. Tof. Ja. En toen kreeg je, dacht je, een blessure in je rechterarm. Ja, rechterarm. Ja, dat is wel een lang verhaal. Dat, we hebben even de tijd. Ja, klopt. Grappig is, je zei vanaf je 21ste dat ik een blessure had. Ja. Ik heb nog een foto dat ik in Jong Oranje zat. Mijn laatste jaar Jong Oranje was ik aanvoerder van Jong Oranje. En dan zie je dus dat ik met tape om mijn pols speel. Dus daar had ik echt wel last. Wat voel je toen dan in die beginfase? Ja, gewoon kleine pijnscheutjes. Dat was het eigenlijk. En niet helemaal lekker kunnen bewegen. Het deed gewoon af en toe wel pijn. En het was lekker om het echt vast te zetten met tape. Mm-hmm. Maar wat het echt was, was niet helemaal duidelijk. Misschien een beetje overbelasting aan een pees. Ja, het is heel erg moeilijk. En vanaf dat moment begon wel ook echt de zoektocht naar wat het was. Ja. Naar verschillende ziekenhuizen geweest, echo gemaakt bij de fysio. Dan ga je al dat soort kleine dingen ga je doen. Maar we zijn er nooit echt achter gekomen. En je blijft wel continu hockeyen. Want je wil wat bereiken, je bent bezig met het team. Ja. Eigenlijk het grootste gevaar wat er is bij topsporten. Je komt aan bij een kliniek en die zeggen, je hockeyt ongeveer elke dag. Ja. En dat vond ik ook op zich op dat moment logisch. Totdat het wel echt steeds erger werd. En ik op een gegeven moment ook wel werd geopereerd aan verschillende dingen aan mijn arm. Om te kijken van misschien werkt dit. Of, ze wisten niet zeker wat het was, maar ze dachten we proberen gewoon iets. Ja, in het begin heb ik zelfs 4 weken in het gips gezeten. Gewoon puur om maar rust te geven. Misschien werkt dat wel. Ja. Hoe kan het? Want er zat dus wel eigenlijk een soort gezwel, denk ik dan? Ja, het begon denk ik heel klein. Ja. En op een gegeven moment, denk na 1,5 jaar van kastje naar de muur gestuurd, kwam ik bij een privékliniek en die dacht, ik denk dat ik weet wat het is. Er zit een soort verkleving op je zenuwkoker, waardoor je zenuwpijn ervaart. Nou ja, dat was ook hetgene wat op een gegeven moment wel echt pijn deed. En slapen ging ook minder en ik kon eigenlijk alleen nog maar zo in bed liggen om te slapen. Dat was ook wel gek voor mijn relatie op dat moment. Want ik lag gewoon zo in bed. Ja, gezellig was het niet, zeg maar. Want dat was de enige manier om echt te kunnen slapen. En die zei, als ik die zenuwkoker soort van open snij, dan gaat die zenuw er lekker doorheen. Dan ben je pijnvrij. Ja. En dat was ook wel voor 4-5 weken. Was het weg. Dus het voelde heel erg van, oké, dit is de oplossing. En toen begon eigenlijk een heel ander verhaal. Ja, toen kreeg ik een soort van overmatig littekenweefsel. Dat dachten we in ieder geval. En daardoor werd het heel dik, heel stijf. En toen kon ik mijn pols helemaal niet meer bewegen. En dat hebben we uiteindelijk best wel lang zo gelaten. Met oprekken en
van ja, misschien gaat het ooit weg. Kon je toen wel hockeyen in die periode? Nou, ik heb toen wel gehockeyd. Ja. Of ik echt goed kon hockeyen, dat weet ik niet. Het ging niet, mijn spel ging wel achteruit. Ik ging niet meer naar de sportschool. Ik smeerde elke dag tijgerbalsem om het überhaupt een beetje warm te krijgen. Dus je bent dan eigenlijk gewoon volledig daarmee bezig. Doekjes voor het bloeden eigenlijk. Ja, dus ik hockeyde nog wel omdat je er door wil blijven gaan. Maar het voelde gewoon nooit goed. Totdat de competitie weer begon. En ik na twee wedstrijden echt een soort snap had. Van oké, het gaat niet meer. Ik zag mijn ouders na de wedstrijd. En dat heb je als kind ook. Dan kun je dingen niet meer verbloemen. Ja. En ik zag mijn ouders begon echt te huilen op het veld. Eigenlijk 2 jaar lang frustratie, pijn van wat is het nou? Het kwam er eigenlijk uit. En ik voel nu nog in mijn lichaam. Dat heb ik nog steeds. Het was gewoon klaar. De emmer was vol. Ik kon het gewoon. Ik kon het mentaal niet meer aan. Want pijn was al heel erg lang. En dat kun je een soort van uitschakelen, toch wel. Want je went er ook aan. Maar op een gegeven moment is het klaar. Toen was het echt klaar. En toen is het best wel snel gegaan met naar ziekenhuizen, scans. En toen kwam er natuurlijk achter dat het heel wat anders was dan een topsportblessure. Wat mij verbaast is dat dus eigenlijk, het was er altijd al. Maar het is nooit ontdekt, terwijl er eigenlijk zoveel met je arm gedaan is eigenlijk. Ja, ook omdat het een zeldzame vorm is, denk ik. En je gaat natuurlijk ook terugkijken van hey, wat is er gebeurd? Zijn er fouten gemaakt wellicht? Hoewel je niet echt op zoek gaat naar fouten, maar meer wil weten van hoe is het nou eigenlijk ontstaan? Denk ik wel dat er altijd een soort tumor heeft gezeten. Maar we hebben 2 keer gesneden voordat we erachter kwamen dat het een tumor was. Nou ja, dat zeggen ze wel vaak. Als je in een arm gaat snijden of in een tumor gaat snijden, neem je het eigenlijk met het mesje mee in je arm en daardoor is het een soort van geëxplodeerd in mijn arm. En toen was de situatie extreem. Hadden we meteen geweten dat het een tumor was en we hadden het weg kunnen snijden, was er misschien wel niks aan de hand geweest. Ja, het is heel erg moeilijk om dat achteraf te verhalen. Maar dan hoor je na zo lang van het kastje naar de muur eigenlijk een soort van het woord wat je niet wil horen, dat je kanker in je arm hebt. Ja. Ben je dan een soort van blij dat je weet wat het is? Of was je toen ook een soort van uit het veld geslagen? Want ineens heb je dan ook weer wat kanker. Snap je wat ik bedoel? Ja, je zegt het wel goed. Want eerst eigenlijk 2 antwoorden. 1, wat jij heel goed zegt, je wil het niet horen. Ja. Dus ik hoorde toen dat ik een kwaadaardige cel in mijn arm had. Mm-hmm. Ik wist wel wat dat betekende. Wist je ook meteen dat het in principe amputatie betekende? Nee, dat wist ik niet meteen. Nee. Maar het woord kwaadaardige cellen klinkt natuurlijk wel kwaad. Ja. Maar ik heb er 8 uur over gedaan om te vragen aan mijn ouders van heb ik dan kanker? Terwijl ik wist dat het kwaadaardige cellen betekent kanker. Ze hadden kanker. Het woord kanker niet gezegd, ze hebben alleen het woord kwaadaardige cellen gezegd. En toen de volgende dag werd het wel heel hard gezegd, ook in het ziekenhuis. Maar ik heb er wel 8 uur over gedaan om überhaupt te accepteren dat zo was. Omdat je denkt, dat klopt niet. Dat maar hoe past waren die 8 uur dan voor jou? Ja, wel een soort van ik ben iemand die wat stiller wordt als ik onder druk sta. Dus dan praat ik niet. Ik wil eerst alle puzzelstukjes in mijn hoofd een soort van neergelegd hebben. En dan kom ik wel over mijn gevoel praten. Maar in die 8 uur ben ik wel gewoon, je bent aan het nadenken van wat is dit en klopt dat en hoe dan nu verder. Maar wat je ook zei, en dat had ik wel echt, ik was ook blij dat er een antwoord was. Van oké, het is wel niet hetgene wat je wil. Ja. Maar we gaan nu wel iets oplossen, hopelijk. Ik ben wel blij dat er een label op zit. Want daarvoor voel je natuurlijk ook wel een soort van eenzaam. Want je voelt de pijn. En wat ik ook heel erg lang heb gehad, is dat je gaat op een gegeven moment ook niet meer de pijn delen. Dus jullie vroegen net aan me, hoe gaat het? Ja, eerst antwoord is goed. Dat zeg ik eigenlijk altijd. Maar ik had heel veel pijn. Maar je gaat niet elke keer iemand vragen, hoe gaat het? Ja, ik heb heel veel pijn. Het gaat goed. Dus je deelt op een gegeven moment ook niet meer de pijn. Het is een soort van daar, maar je parkeert het ook. En nu was het daar, gingen we het oplossen. Heb je nog pijn? Nu niet, nee. Nee, helemaal niet, nee. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Nou, en wat Marcel dat zei, in het begin zag het er ook niet per se heel goed uit voor je arm, toch? Nee, totaal niet. Nee. Statement. Nou, jij noemde het al eventjes van op een gegeven moment dan weet je wat het is. Dan ga je weer opnieuw scannen en dan gaan ze kijken hoe gaan we het oplossen. Ja. En toen in één keer kwam het woord amputatie op tafel van oké, eigenlijk is de veiligste manier is amputeren. Want we weten nu dat het is. We weten dat het een zeldzame vorm is. Het zit in je arm. Maar we weten eigenlijk niet veel. Het moet niet in je lichaam komen. Dat noem ik maar bij je organen. Want dan weten we eigenlijk niet meer wat we moeten doen. Dus het zit nu in je arm. Redelijk lokaal. Met alle scans wisten we dat het alleen daar zat. Ja,
eraf halen, is eigenlijk de veiligste manier. Want dan weten we in ieder geval zeker dat het weg is. Dan stort wel even alles in. Ja. Maar wat wel gek is... Nog meer dan toen je het woord kwaadaardige cellen dan hoorde, dat dit nog meer binnenkwam. En al helemaal voor jou als hockeyer. Ja, maar kijk, dat klopt. Want dat hoor ik wel vaak van jou als hockeyer. Maar ik was 23. Ja, wie wil op zijn 23 zijn arm verliezen? Dus ja, dat ook natuurlijk. In het eerste gesprek werd heel duidelijk gezegd... hockey, kun je, ja, dat moet je nu uit je hoofd zetten. Want ja, het was wel echt een grap. Nou ja, nu grappig gesprek achteraf, de eerste keer met de arts... dat. Ja, op een gegeven moment wisten zij de situatie en dan kom je daar op gesprek. En dan zit je best wel spannend in zo'n gesprek. Toen zei hij, ik weet wie je bent. Je bent een topsporter. En je eerste vraag is waarschijnlijk, wanneer mag ik weer hockeyen? En dat was ook, ja, je hebt natuurlijk een paar vragen zo van, oké, wanneer denk je dat ik weer mag hockeyen? Want je zit toch met dat hockeyschema. Dat was ook echt jouw eerste vraag. Nou ja, dat was wel even mijn vraag natuurlijk. Ja. Ik snap dat het nu erg is, hoe gaan we het oplossen? Maar hoe gaan we het oplossen en wanneer zou je dan eventueel weer kunnen hockeyen? Toen gaf je wel, dat moet je echt uit je hoofd zetten. Sterker nog, de veiligste manier is je amputeren. Hij zei toen veiligste. Op dat moment was het de enige, omdat we ook nog niet op zoek waren gegaan naar anderen. Wat wel heel erg meteen in mijn hoofd kwam is, hij zei de veiligste. Ik zei meteen een soort van nee, dat gaan we niet doen. Ook omdat het een hele dunne lijn is natuurlijk tussen accepteren wat de situatie is. Maar ook wel omdat... Ja, de veiligste manier. Er zijn dus nog andere manieren, wellicht. Wat zijn dan de andere manieren? Heb je een soort zoektocht ook gedaan daarna? Je gaat naar huis. En je opent letterlijk met z'n allen een laptop. En je gaat gewoon googlen. Waar google je dan op? Ja, eerst op de naam. Het was een hele moeilijke Latijnse naam. Dus ga je googlen. Nou, dan kom je op hele rare plaatjes uit. En je vindt het eigenlijk niet echt. Maar je gaat ook wel je verhaal delen. Dus je komt met mensen in contact. De ene is een keer naar Amerika geweest. Dus in één keer een hele dossier naar Amerika gestuurd. Wat vinden ze daar? Wat vinden ze bij dit ziekenhuis? Andere ziekenhuizen in Nederland. Je gaat echt een zoektocht aan. En hoe lang heeft die zoektocht geduurd? In november 2017 kwam ik erachter dat ik het had. En uiteindelijk ben ik de eerste... De behandeling is januari daarna geweest. Dus het is twee maanden ongeveer. Ja. Uiteindelijk in het AVL. Dat was dus een ander ziekenhuis. En daar was dat even hoor. Want op een gegeven moment hoor je dan iemand die zegt van... Goh, ik heb misschien een oplossing. Of, nou, dat was een plastisch chirurg of zo, toch? Ja, dat komt later nog. We hebben maar een half uur, drie kwartier. Ja, precies. Ik zou snel door. Eerst ga je, op een gegeven moment ga je naar second opinion. Ja. En dat vond ik extreem moeilijk. Om een second opinion aan te vragen. Omdat je, dat daar de angst is dat het definitief wordt... Nee, omdat het is een vertrouwenskwestie. Ik ben heel erg van... Oké, jij bent mijn arts, ik vertrouwde mijn arts. Als ik nu een second opinion aanvraag... dan zeg ik eigenlijk tegen jou... ik vertrouw jou niet. Ik weet niet of jij het wel kan. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat vond ik heel moeilijk. Die arts was echt... Maar die arts kende je sinds je met die arm begon te... Ja, maar hij was wel echt in mijn verhaal. Ik had echt het gevoel van, jij wil mij echt helpen. Ja, je vertrouwde hem. Hij deed echt alles voor mij. En dan moest ik in een MRI en dat duurde al 3 weken. En dan liep hij echt mee met mij naar de radiologie. Ja. Dan zei hij, deze jongen morgen scan hebben. En dan zei hij, zorg maar dat het lukt. En dan uiteindelijk lukt het ook. Dus hij deed alles voor mij. Je voelde alsof je hem een beetje ging verraden. Ja, en uiteindelijk heeft een andere arts, die ik dan wel kende uit privékringen, zei, als jij tegen hem zegt, ik wil een second opinion, en hij vindt dat moeilijk, dan moet je meteen wegwezen. Want dan is het een ego-kwestie voor de arts. Want ik heb hier ook wel een punt. Dus toen ben ik uiteindelijk naar de AVL gegaan. En weg bij hem dus? Nou ja, een soort second opinion bij de AVL. Maar ik had gevraagd aan hem van, hey, ik ga second opinion. En wat zei hij toen? Ja, heel goed. Dat moet je doen. Ja. Uiteindelijk zijn die zelf niet bedacht dat dan eigenlijk? Nou ja, die ziekenhuizen zijn wel samen gaan werken. Dus ze hebben echt contact. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Dus dat was wel bijzonder. En daar heb ik een chemo gehad. Een vrij innovatieve chemo. Dus alleen in mijn arm. Dus ze hebben mijn arm afgekneld. Zodat mijn lichaam mijn eigen circulatie had. Dit aan een hart-longapparaat. Zodat hier bloed stroomde. Wat bizar. Al het bloed eruit. En dan je hebt ongeveer 6 tot 7 uur voordat je arm afsnelt, sterft. Nou, chemo pompen door die arm. Om te kijken, dan wordt het een soort spons. En dan werkt het 3 maanden door. Nou ja, uiteindelijk werkte dat niet na 3 maanden.
Helemaal niet, toch? De tumor was zelfs gegroeid. Ja, nou ja, dat zeiden ze daar. Ja, van, ja, het is waarschijnlijk gegroeid. Dus ja, dan stort wel echt je wereld in. Ja. Omdat, ja, je legt heel veel vertrouwen in je behandeling. En ik was ook vrij snel hersteld omdat ik fit was. Dus ik voelde me goed. En ik begon al met mijn linkerhand te hokken. Dat soort dingen. Omdat ik dacht van oké, dit gaat werken. Nou, ja, uiteindelijk werkte dat niet. En toen zeiden ze bij het AVL, ja, niet de veiligste optie. Bij ons is de enige optie amputeren. En toen heb ik echt afscheid genomen van het hockey. Van oké, nu is het echt klaar. Ja, dat was heel heftig, hè, begreep ik ook. Ja, dat was wel afscheidswedstrijd op je. Ja, ik wou zeggen, dat is echt een afscheidsceremonie. Nog nooit zo druk geweest. Dat was echt een hele dierbare dag. Het was heel bijzonder. Want ik hoorde het op een dinsdag en die zondag was al die wedstrijd. Dus, ja. Wat was dat voor dag? Kun je daar iets over vertellen? Ja, kijk. Uiteindelijk werd het een soort van, waarschijnlijk kan ik nog één wedstrijd spelen. Het was de laatste tijd. Het was een soort van, ik wil nog één keer spelen. En dat blaasde zich een beetje op. Omdat ook iedereen wilde een steunbetuiging doen aan mij. Wat heel erg mooi was. Maar het voelde ook een beetje alsof de hockeywereld gewoon aan elkaar wilde laten zien van, we zijn er voor elkaar. Dus het ging niet meer om mij. Het ging eigenlijk om, het werd groter van oké, weet je, voor mensen die dit hebben, we zijn er voor iedereen. Dat zo voelde het een beetje. En dat was gewoon echt heel erg dierbaar. Ja, snap ik. En heel verdrietig tegelijk. Dus het was heel erg mooi dat ze voor mensen waren. Dus het was heel erg warm. En het was ook heel, ja, die wedstrijd, dat was daarna heel emotioneel. Maar daarna hebben we ook echt keihard gefeest met z'n allen. Ja, het was tuurlijk ook heel mooi. Dus met grote glimlach. En het was ook een hele mooie dag. Dus het was heel gek. Dan ga je ook de hele tijd heen en weer. Ja. Maar dat was wel einde carrière op dat moment. Dat dacht ik echt. Dat dacht je echt, ja. En ja, ik ben nog niet klaar. Want nu komt die plastic chirurgie. Ja, die komt hier die dus. Uiteindelijk weer terug naar het andere ziekenhuis. Waar dus wel die man was die wel me heel erg hielp daarvoor. Mm-hmm. Ja, die zaten wel echt in het verhaal. En die zeiden van oké, ja, AVL is klaar, die kunnen nu niks meer voor je doen. Nu gaan wij toch kijken of we nog wel toch weer wat voor je kunnen doen. Uiteindelijk is één plastisch chirurg die erbij is gehaald. Want ja, kijk, het was heel erg geëxplodeerd in mijn arm. Ja, iedereen kan het een soort van wegsnijden. Alleen dan kan je niks meer met je arm. Want ja, dan kun je hem zo heen en weer bewegen. Met je andere, je kan niks meer. Je moet natuurlijk wel wat mee kunnen. Want ze snijden natuurlijk ook al je zenuwen en je spieren. Ze snijden in principe alles weg. Ja, precies. Van oké, hoe erg kun je het wegsnijden? Ja. Toen zijn ze toch nog gaan kijken en dan komt er een plastisch chirurg bij. Ja, dat is een knutselaar. Die zien dat lichaam echt als een kunstwerk. Dat is heel erg bijzonder mee te maken. Dat je, als dit niet werkt, kan ik een pees daar vandaan halen wellicht. En dan kan ik het weer zo opbouwen. En uiteindelijk hebben ze vanuit mijn been hebben ze spier en huid gehaald. Om gewoon een nieuwe arm op te bouwen. Dus in mijn arm zit mijn beenspier en huid van mijn been. En uiteindelijk hebben ze een arm opgebouwd. Nou ja, die operatie heeft 10,5 uur geduurd. Dat is echt, echt lang. En de OK stond ook gewoon vol met mensen die het wilden zien. Dus heel bijzonder was het publiek. Het was een hele bijzondere operatie eigenlijk. Ja, want de avond voor die operatie was heel grappig. Was in het ziekenhuis zat ik in het AMC beneden. En toen kwam er iemand langs. En die zei, jij bent Dennis toch? Toen dacht ik, ja klopt. Ja, ik kom morgen kijken bij je operatie. Dus het was heel gek dat je dan als patiënt daar zit en iemand dan toch, ja, ik kom wel kijken. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Maar dat moment dat je dus ontwaakt. Ja, dat was. Dat lijkt me echt. Dat lijkt me krankzinnig. Om gek van te worden bijna. Mag ik eens zien je? Is het er een Het is heel mooi, vind ik wel zelf. Het is vrij mooi hersteld. Nou, het grappige is dat eerst was het extreem groot. Mm-hmm. Dus ik zeg wel eens tegen vrienden van, ja, je ziet het bijna niet meer. Natuurlijk, iemand die het voor de eerste keer ziet, die ziet echt een groot litteken. Maar zelf zie ik het dus echt, ik zie het gewoon alle functies zijn weer hersteld? Eigenlijk wel, ja. Er zijn een paar pezen die eruit zijn. Dus sommige dingen kan ik niet bewegen. Je ziet een beetje, ik noem het maar, een alien armpje. Die pees is er niet meer, dus die trekt hem niet meer naar achter. Dus sommige dingen worden gewoon wel moeilijk. En als het zwaar wordt, dan begin ik het uit mijn schouder te trekken. Oh ja. Dus dan doe ik het niet met rechts, maar met links. En zo werkt het leven ook alweer. Hè? Ja. Dat je kan heel lang niks met rechts. Ja. Dus ga je iets met links doen. En nu doe ik dingen nog steeds met links. Ja. Omdat links lekkerder is dan rechts. Dus je wordt een soort van, op een gegeven moment werd ik linkshandig. Want ik mocht echt niks meer door die chemo met rechts. Ja.
Je leert jezelf zo makkelijk aanpassen. En ja, dit zijn hele kleine beperkingen. Ja. Maar uiteindelijk voel ik me nul beperkt. Omdat je, voor alles is een trucje. Dus ja, sommige dingen kun je niet zo recht tillen. Omdat die spier is er niet. Mm-hmm. Dus ja, je tilt het dan een beetje schuin. Ja. Dus de eerste keer probeer je het op te tillen. En denk je, shit, lukt niet. Ja, dan probeer je het maar zo te tillen. Dan lukt het wel. Ja, de derde keer pak je het niet zo, dan pak je het automatisch zo en dan ben je weg. Dus ja, zo werkt het natuurlijk ook wel. Dus uiteindelijk voel ik me nul beperkt en ben ik in principe ook echt niet beperkt. Hoor. Ik wil toch nog heel even naar dat moment dat je wakker wordt. Ja. Want dan weet je niet wat er aan de hand is eigenlijk. Want werd er gegarandeerd dat je arm het zou gaan doen? Nou, ze wisten niet hoe goed het zou gaan. En we hadden wel een soort van regel van je vingers, van duim, wijsvinger als eerste, het belangrijkste, omdat je dan een greepfunctie hebt. En dan bouw je zo langzaam af. Dus op het moment dat ze echt dingen moesten opgeven, zouden ze als eerst proberen met pink, zeg maar, functionaliteit op te geven. Wat een bizar gesprek. Je hebt geen idee. De ping was eerst weg. Maar het is echt een kunstwerk. Hè? Ja. Je bent wel voorbereid, maar je weet ook niet wat je moet verwachten. Dus je gaat er ook maar een soort van blanco in. Maar ik weet wel dat ik toen wakker werd, dat ik voelde van, het lag onder een dekbed en dan word je wakker. En het eerste wat je doet is meteen voelen. Tuurlijk, en toen voelde ik wel dat ik mijn vingers, of in ieder geval mijn wijsvinger kon bewegen. Want ik voelde nog niet alles. En dat bleef ik ook wel roepen, want ik was ook nog een beetje onder narcose. Ja. Dus ik riep van, ik kan mijn wijsvinger bewegen. Dus ik was heel blij. En toen tilde ze het dekbed op en toen zag ik dat ik al mijn vingers kon bewegen. Ja, dat was wel. Meteen al? Ja, ik kon meteen al mijn vingers bewegen. Dus ze hebben ook tijdens de operatie heel zorgvuldig proberen pees te behouden. Ze hebben ook wel bepaalde risico's genomen. Mm-hmm. Laten we toch heel langzaam, heel dicht langs de tumor snijden om bepaalde functies te behouden. Uiteindelijk is er zelfs nog een stukje geweest na het verhaal wat niet heel erg bekend is geweest, is dat ze niet zeker wisten of alles weg was. Mm-hmm. Ze hebben echt wel 2 jaar lang blijven controleren van, is het echt weg? Uiteindelijk was het wel echt weg, maar we hebben daar wel risico genomen om functionaliteit te behouden. Ja, toen kon ik alles bewegen, dat was waanzinnig. Dat is ook nog een briljant verhaal dat je op reigers nog even een balletje ging slaan. Ja. Weer eens voor. En vervolgens die bal in de kruising. Ja, ik ga natuurlijk, ik ging heel snel, toen ik al mijn vingers kon bewegen, dacht ik, oké, nu gaan we los. Want je wil ook bewijzen van, je moet me nog niet afschrijven. Ik ben er weer. Zo voelde het echt. Ik ben er weer. Ja. En nu ga ik laten zien wat ik kan. Dus je gaat heel snel ga je dingen doen in de tuin. Een beetje stiek heen en weer. Ik begon zelfs, het is echt geen gein, in mijn ziekenhuisbed te hoekje in de lucht. Gewoon zonder stik, hè? Gewoon omdat ik dacht van het is een beenspier. Van die film, van die schaakster, die deed toch ook altijd in haar bed zo schaken. Ja, klopt, van die serie. Ja, dank je. Je moet nu dat visualiseren. Dat deed jij met de hockey, Gewoon die spier moet aan wennen, je gaat gewoon weer los. En op een gegeven moment een beetje in de tuin. Toen werd ik uitgenodigd voor een soort, benefietwedstrijd. Het ging. Het eerste speelde tegen jongens die daar altijd hadden gespeeld. Dus dat was wel leuk. En ik werd gevraagd of ik wilde coachen. Van oké, je bent daar voor de club en wil je coachen? Ik vind het wel leuk. Maar ik neem wel mijn stick mee. We gaan wel gewoon kijken. En ik had echt afgesproken met mezelf van, je gaat niet op goal slaan. Je gaat gewoon heen en weer een beetje pielen. Het is wel echt grappig. En op een gegeven moment ging dat best wel goed. En toen zei ik, zet me maar in het veld. Ik bedoel, ik voelde me goed. Zet me maar gewoon in. En op een gegeven moment pakte ik de bal af. En dan ga je naar de cirkel. En als je helemaal in de cirkel bent. Instinct. Ja, je bent spits, dus je voelt een soort adrenaline. Dus zonder na te denken schoot ik ook die bal op goal en die vloog gewoon in. Ja? Het was gewoon een beetje stil. Maar iedereen dacht van, hoe kan dat? Het was 4 maanden na operatie. Dus ik had afscheid genomen van hockey en 4 maanden later... Zo'n waanzinnig verhaal. Ja, dat was eigenlijk het moment voor mij. Want op een gegeven moment word je van, waar we het net over gehad, van topsportblessure naar patiënt. Ja. En dat was het moment dat ik van patiënt naar topsporten ging. Ja. Voelde dat ook zo? Ja, dat was, daarom werd het een soort van stil. Van een soort kip van ik ben er. En toen ben ik als een gek gaan trainen om terug te komen. Vervolgens gaat hij naar zelf komen. Dat is wel... Had je dat ooit nog verwacht? Nee, sowieso niet verwacht. En wat ook wel heel grappig is over een beetje kwetsbaarheid gesproken. Van, op een gegeven moment kom je dan terug bij de club. Nou, dat is allemaal mooi en het ging steeds beter.
En toen kreeg ik best wel vaak de vraag van, wil je nog Nederlands elftal spelen? Toen was ik altijd heel erg bescheiden van, nou ja, weet je, dat weet ik niet. En ik ben al lang blij dat ik hierbij ben. En ja. Ik was heel erg rustig van, ik weet niet of ik het wilde, maar ik wilde het wel heel graag. Maar ik wist niet of ik het zou halen. Dus dan spreek je het maar niet uit. Hè. En ik had een soort van, ja, ik werd op een soort van voetstuk gezet. Want ja, het was een bijzonder verhaal en ja. Ik heb het gehaald. En ik zat op een hele fijne positie. Maar toch wilde ik het nog wel heel graag, maar ik durfde het eigenlijk niet uit te spreken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb het best wel vaak over kwetsbaarheid. Ook in dat verhaal dat ik, je moet delen wat je wil. Je moet je ambities delen, want ja, dan kunnen andere mensen je helpen. Dus dat vertelde ik ook andere mensen, want dat past ook in dat verhaal. Maar uiteindelijk deed ik het zelf niet. Nee. Dus op een gegeven moment had ik een keer een presentatie gegeven daarover. En toen zat ik terug in de auto en denk ik, je zegt dat tegen andere mensen, maar je durft het niet tegen jezelf te zeggen. Terwijl, ja, je hebt het wel gedaan, maar je stopt er weer mee. Toen ben ik het gaan uitspreken om me heen. Van ja, ik wil het, ik ga het doen. Ik wil het gewoon nog. Ja, uiteindelijk viel het allemaal goed bij elkaar en is het gelukt. Ja, het is, soms geloof ik het zelf. Ja, het is een beetje gek. Van, je gelooft bijna niet meer dat het is gebeurd, omdat je nu erg zo in een andere bubbel leeft. Dat je bijna denkt, van, was het wel echt waar. Is het wel echt gebeurd in mijn leven. Ja. En heb je nu nog met hockey, heb je het idee dat je weer net zo hockeyt als voordat het allemaal gebeurde? Is die arm weer helemaal? Ja, er zijn een paar bewegingen dat je soms merkt dat je wat kracht mist. Maar het voordeel is dat je hockeyt met links. Ja. En rechts komt er op die stick eigenlijk bij. Dus als het andersom was geweest, was het niet gelukt. Nou ja, nu, ik zou zeggen dat je een betere hockey wordt, ook omdat je mentaal er anders in zit. Ja, dus misschien heeft, kijk, daarvoor is het me niet gelukt. Kijk, ik zat wel altijd in Jong Oranje en toen had ik pijn, daar hebben we het net over gehad. Mm-hmm. Dus dat ging niet, ja, dat ging wel ten koste van mijn spel. Maar misschien was het me wel nooit gelukt. Dat weet je niet. Hè? En nu, ja, dat kan, zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. En nu heb ik dat, ja, wel iets extra's gekregen mentaal. Ja. Misschien is het me daardoor wel gelukt. Dat zou kunnen. Dus ja, je weet het nooit. Dat zou best vet zijn, toch? Voel je je nu echt volledig onbeperkt? Ja. Ja, dat wel echt. Ik ben wel echt iemand die 110% geeft als ik ervoor wil gaan. Ik kan niet rustig doen, zeg maar. Dat is ook wel gevaarlijk. Ja. Is dat, ja, want hoezo is dat gevaarlijk? Ja, dan ben ik niet goed of zo, snap je? Ga je te over? Ja, dan ben ik op. Ja, of ik ga te lang door als ik bijvoorbeeld pijn heb of weet ik wat. Ja. Maar ook van, soms is het ook goed om heel even rustig aan te doen. Dat vind ik wel moeilijk soms. Hey, je zei net dat je dus in principe, ja, je hebt geleerd dat je moet uitspreken als je iets wil. Dat doe je inmiddels ook zelf. Ja, ja. Wat heb je nog meer meegenomen uit die hele periode voor jezelf? Wat je misschien ook trouwens de luisteraars en de kijkers zou willen meegeven? Nou, dan vooral dat stuk over, zeg maar, het mensen meenemen in je verhaal. Van, er is best wel veel mogelijk nog. Ook in het ziekenhuis. Ik ben meerdere keren verwisseld van ziekenhuis. Maar dat komt wel ook omdat je overal je verhaal deelt. Mm-hmm. En ook wel, ja, ik was 23, van ook je emoties delen bij vrienden. Je bent nu 28, toch? Ja. Ja. Kijk, wat ik wel heb geleerd is dat je moet andere mensen wel vertellen wat er in je omgaat. Dan kunnen andere mensen je ook wel echt helpen. Als je dat niet vertelt, dan weet iemand, mijn god, ook niet hoe die je moet helpen. Dus ja, ik heb gewoon echt, dat wil ik echt meegeven van, deel wat je wil, wat heel spannend is. Want als je zegt wat je wil of waar je behoefte aan hebt, kan het ook zo zijn dat het niet lukt. Dan is het natuurlijk een soort, kan het als falen voelen. Mm-hmm. Maar als je wel zegt van, oké, dit is wat ik wil, dit is waar ik heen wil, dan kunnen andere mensen je wel echt helpen. En ook door het uit te spreken, zet je wel dingen in beweging. Je plant wel zaadjes ook bij mensen soms en zo. Ja, die, ja, dat is een beetje van, als je iets wil, moet je er zelf wel echt alles aan doen. En als je er zelf alles aan doet, dan zie je dat de omgeving een soort van daar ook in meegaat. Lukt het dan niet, dan heb je wel ook er alles aan gedaan. En dat was heel erg bijvoorbeeld bij die arm van, ik had hem eraf kunnen halen. We hadden geen risico kunnen nemen, maar we hadden echt zoiets van, we doen er alles aan. En als het dan niet lukt, dan is het ook te accepteren. Want dan is het buiten je handen. En dan openen zich heel veel andere deuren. Dat heb ik heel erg van. Ga daar 100% voor, lukt het dan niet? Dan is het echt wel, want niet alles lukt in het leven. Maar dan heb je er alles aan gedaan. En dan zie je dat vanuit daaruit ga je weer alle kanten op. En denk je, wow, waar sta ik nu ineens? Dat is wel echt, maar dat komt wel omdat je
je verhaal deelt en andere mensen erin meeneemt. En dat is best wel kwetsbaar. Maar ja, jij doet het ook heel erg mooi. Jij roept ook van alles wat je wil, maar uiteindelijk lukt het je wel. Ja, dat is wel ook omdat je deelt. En dan denk je, ja, oké, dan gaan ze wel ineens aan je denken en dan nodig je daaruit. En dan, zo gaat het natuurlijk langzaam een beetje rollen. En dat vind ik wel ook heel erg stoer aan jou. Van, ja, je roept van alles, maar het lukt je ook. Dat is wel onwijs tof. En dat, je hoeft niet alles van de daken te schreeuwen. Dat is niet wat ik mensen wil meegeven. Maar zeker de mensen om je heen is het wel mooi om mee te nemen van, ja, dit is stiekem wel wat ik nog wel wil. Ja, nou, ik herken ook wel echt wat je zegt. Want soms dan denk je van, oh, dat gaat toch niet lukken of whatever. En dan zeg je het even tussen neus en lippen door een keer ergens. En dan vangt iemand dat op. Ja. En dan ineens gaat er inderdaad, dat is heel gek. Dat komt vaak uit hele onverwachte hoeken, vind ik ook. Maar dat is ook juist wel heel leuk eraan. Ja. Maar het is ook eng om dingen hardop te zeggen. Want inderdaad, je kunt er ook door falen. Dat je dan inderdaad denkt van, ja, oké, ik heb het nu gezegd. Maar nu moet ik het misschien ook gaan doen. En kan ik dat eigenlijk wel? Ja. Maar ja, als je het nooit zegt en nooit doet, dan ga je het ook nooit weten. Dat is het een beetje van, nee, heb je ja kunnen krijgen. Ja, Pippi Langkous riep dat toch gewoon. Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, ja, dat vind ik echt een mooie quote. Ik vind dat een hele mooie quote, zeker. Nou, dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. Van, probeer het gewoon. En als het dan niet lukt, ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ja. Dat levert ook heel veel op. Maar vaak jij lukt het veel uit? Ja. Ja? Heb je dat moeten leren of deed je dat altijd al wel? Nee, dat zit wel eigenlijk wel in me. Ja, ik ben wel zo van open en delen. Ja. Ik heb dat wel redelijk van nature. Ja. Ik voel me ook eigenlijk nooit echt belemmerd. Nee, precies. En dat is soms ook wel eens lastig, want ik roep wel eens dingen bij mensen. Mensen denken, nou, dat vind ik niet zo leuk om te horen, bij wijze van spreken. Maar er zijn ook mensen die het heel fijn vinden dat ik juist alles deel. Ja, precies. Dat hangt er ook een beetje van. Ja. En oké, je speelt nu bij Oranje. Je bent deze zomer naar Bloemendaal gegaan, landskampioen. Ja. Wat wil het andere Oranje, is dat? Of het andere Oranje eigenlijk. Ja, precies. Oranje boven. Wat wil je nog? Want nu kun je het hardop zeggen in de podcast. Wie weet, luistert er iemand. De keuze naar Bloemendaal is voor mij gebaseerd op prijzen pakken. En ook mijn kansen bij Oranje vergroten. Ja. Ik heb nu een hele mooie sportcarrière met een mooi verhaal. Mm-hmm. Maar ik heb nog geen prijzen. Niet echte prijzen. En dat is wel wat ik nu wil. Ja. Dus EHL komt aan. Dat is dus eigenlijk de Europese competitie voor hockey. Ja. Die komt er nu aan. Daarna komt de play-offs voor het landskampioenschap komt er aan. Van de zomer komt er een EK aan. Daar wil ik bij zitten. Want ja, ik ben nu reserve geweest. Dus ik heb nog geen toernooi gespeeld. Ik ben er wel bij geweest. Ja, ik wil nu oogsten. Dat is eigenlijk wat ik wil. Van, ja, dat is een heel mooi verhaal. Maar nu moet er nog een prijskast komen. Ja. En dat is wat ik probeer. Of het lukt, dat weet ik niet. Maar daar ben ik wel mee bezig. Hard op uitspreken. Ja, dat heb ik nu gedaan. Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus ja, dat wel. En daarnaast gaan we wel zien. Ja. Leuk man. Spannend. Wat heb je voor gevoel als je naar die arm nu kijkt? Ben je er trots op? Ja, wat wel mooi is dat soms zit je natuurlijk zeker in de zomer met een shirtje en dan zien mensen de armen, je ziet mensen wel kijken. Of, maar de meeste mensen, zeker in de hockeywereld, kennen jouw verhaal. Nee, klopt, maar daarbuiten natuurlijk niet. Nee. Maar, dus sommige mensen durven er dan wel een opmerking over te maken van, hey, ben je weer verbrand of ben je gevallen of wat heb je gehad, scooterongeluk. Ja. En, ja, sommige mensen voelen zich verminkt met zo'n arm. En je ziet het natuurlijk wel. Maar het is voor mij meer een soort van trots. Van oké, het alternatief is zoveel groter. Ja. Dus, ja, ik zou bijna met trots laten zien van, kijk maar, weet je wel. Ja. Dus ik kijk wel met trots gevoel, want het werkt gewoon echt heel goed. Ja. Dus, dat is ook wel mooi. En in het ziekenhuis maak ik soms wel een grapje. Want ik heb af en toe nog wel eens ken dat nu is het natuurlijk zo goed gegaan. Dat die arts zegt van ja, je moet me wel bedanken. Want ja, ik heb je beenspier. Dat is natuurlijk een sterkere spier dan je armspier. Heb ik daar neergezet. Dus dan nu nog dus beter. Ik heb je sterker gemaakt. Dus ja, weet je maakt daar ook een beetje een geintje over. Ja, tuurlijk. Moet gewoon dus, kunnen. Ja, weet je. Ja, ik kijk er met een goed gevoel naar. Maar ik zie het dus eigenlijk ook niet meer. Nou ja, dat is alleen ook, maar fijn. Ja. Dat het voor jezelf dan niet. Ja, ik heb ook vaak dat mensen natuurlijk aan mij vragen wat ik heb. Ik weet niet of jij dat ook doet, maar ik heel soms als ik echt een melige bui zeg, dan zeg ik, je had die haai moeten zien. Ja. Gewoon om even te chockeren. Je moet ook af en toe gewoon een beetje Ja, het moet er ook een beetje lachen blijven, joh. Ja, precies. Hey, ik denk dat we kunnen nog denk ik een uur doorpraten. Maar, ja, minstens.
De tijd zit erop, of niet? Ja, nou, een beetje wel, hè, toch? Ja, voor zover er een restrictie is, maar... Een kleine restrictie. Ja, dat is wel een beperking die we vandaag hebben. We moeten wel binnen de tijd blijven, inderdaad. Ja, precies. Nou, dat is echt super tof dat je er was. Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, leuk dat ik mocht komen. Blijf alles hardop uitspreken. Ja. En heel veel succes. Ik hoop voor je dat het je gaat brengen waar je op hoopt. Ik hoop het ook. En jij al je eerste grote prijs dan, als je die gaat winnen? Lijkt me een goede deal. Lijkt me een goede deal. Ja. Afgesproken. Deal. Hey, dankjewel. Marcel, wat vond je van de eerste aflevering samen? Ik vond het heerlijk. Ja? Neem even een slokje water. Ik vond het genieten. We hebben natuurlijk een begenadigd spreker naast ons. Absoluut, zeker. Met een heel bijzonder verhaal. Zeker. En ik vind het echt een feestje om samen met jou dit te mogen doen. Nou, gelukkig dat maar. Dat meen ik echt. Gelukkig. Ik vind het heerlijk. Ik leun eigenlijk een beetje achterover. Jij bent een beetje de ster van de show. En ik heel af en toe stel ik nog eens een vraagje erbij. Voor de rest is het heel relaxed eigenlijk. En gelukkig word ik er waanzinnig goed voor betaald ook. Dus, Nou, dat knippen we eruit. lieve kijkers of luisteraars, jullie ook natuurlijk weer bedankt voor het kijken of luisteren. Wil je nou meer weten over Uniek Sporten? Of wil je meer weten ook over je kunstsport? Of wil je een hulpsport? Of wat dan ook? Wil je meer verhalen horen? Kijk dan even op www.unieksporten.nl. Ja, dat was het.